Oh, jemig! Nee, er is niemand meer over. Roblox vandaag, spelen we het spel? Moving Day. Ik moest weer even kijken hoe het heet. Dat vergeet ik echt altijd. Maar dit is dus een nieuwe story game. Ik weet niet, het doet me een beetje denken aan Break-In Story. Diegene die we de vorige keer deden, gingen we ook in een vakantiehuis of I don't know. Die 11-player fan is dicht. Laten we in deze 5 spelen gaan. Hallo iedereen, zien jullie er een beetje professioneel uit? Zij heeft een drone. Klinkt L.E.A. intro, joh. Oké, wie hebben we nu? Professionele mensen. Oh, jemig. Dezelfde hoed. Lekker, vol busje. Het is ook wel leuk dat er op je verhuisdruk Moving Day staat. Oh, kijk, ik heb een glowstick. En een alpaca plushie. Holy damn. Oh, wat cool. Oh, kijk, ik kan mijn eigen kleuren selecteren voor de glowstick. Yes, ik heb roze. Ik ben cool. What do you guys think of the house? After all you guys are moving in with me. Dat is echt niet fijn dat er zoveel mensen bij komen. Glad to hear that. I'll show you guys inside. Mijn alpaca plushie. Hoe ziet het er? Oh, hij is wel cute. Wow, this house is bigger than I thought. Mijn Nine Cat. Ja, oké. Maar die tv is best annoying. Kijk hoe hoog je met je hoofd moet kijken. Waarom zou er een slot op zitten? Oké, laten we maar gewoon eerst shit gaan doorzoeken. Wat gaan we eten? Oh, jemig. Doe maar pizza. Oeh, wauw. Oeh, kijk. Oké, we weten dat generator hier is. Generator in bathroom. Ik doe nu zo professioneel. Van een grote lelijke badkamer. Staat die wc zeg maar helemaal daar. En dan 30 meter verder staat de wastafel. This is the girls room. Go away. Oef. Oh, iedereen gaat ook naar boven. Terwijl ik... Oh, yo. Terwijl ik hier aan het exploren ben. Hé, maar die generator kunnen we vast op een dag uitzetten. Oh, kijk mijn taco. Zal ik die bewaren voor HP? Ik ga die bewaren voor HP. Maar wat is dit? Hey, kan ik hier net zoals een Break-In Story een plekje kiezen? Oh, hallo. Well, I hope you guys... Enjoy the tacos. But the fortune I need to go out for tonight. Wat ga je doen? Heb je een date, Mike? Waar ben je, Mike? I need to go to our old house to get the remaining furniture. Ja, dat kan natuurlijk. Heeft iedereen even een taco gepakt? I won't do anything stupid. Oh, kijk, dat is van de makers van camping. Oké, wat nu? Oeh, kijk, hij verwisselt de painting. Oh, dit is sowieso een uitleg over dat je shit kan klikken. Oké, fijn dat er ook een blaadje is over dat er moorden zijn. Ik had net dat blaadje gelezen dat deze mensen waren verhuisd omdat er een moord was. Had je op zich best wel eerder kunnen zeggen. Ik weet al waar de powerbox is, want kijk, ik doe exploring. Ik doe aan exploring. Found it. Ja, noobs. It requires a key. Wat is dat nou ervan bullshit? En waarom zou dat in de badkamer zijn? Zij weet wel waar dat is. Toch? Oeh, hier is ook een noot. Ga aan de kant met je voeten! Oké, hier zitten dus allemaal brieven van de vorige guy die hier woonde. Oh, hier, ik heb hem. Waarom zou dat hier liggen? I think we should all get to bed, it's getting late. Fijn ook nadat ik al die notities heb gelezen. Echt, ik geniet er volledig van. It won't be that scary. Oké, ik wil hier slapen. Nee, ik wil hier. Dan ben ik denk ik het veiligst. Huh? Oh, kijk, ze vertelt nu iets. En er zit dan een plaatje bij. Dat is wel luid. The camper sat near the campfire and talked. Wat een weerwolf. En die heeft ze allemaal gecaptured. Zo, die ziet er plezant uit. Dat was het. Nu is er leuk muziekje. En... Ah, Little Millie is killed. Mogen mijn ogen open? Ik wil zo dicht mogelijk bij jullie blijven. Hey, mag ik bovenaan? Gast, alweer. Wat een kuthuis. Oh, mijn god. Run. Oh, wat? Hij valt ons hier aan. In de closet. Alpaca. Help me, please. Jemig! Oh. Wat? Wat was dat? I don't know. But I think it's time we left this place. Ja, zeker. What are you guys still doing up? A monster tried killing us. Are you guys trying to scare me? Nee, Mike! Met je baard die andere kleur is dan je haar.
Ik heb een glowstick ook helemaal niet gebruikt. Hij gaat naar bed. Bro, het is gewoon licht. Hij slaapt daar alleen beneden. Wat eng dit weer. Let's take the truck and leave. I don't feel safe. Oh. Heeft Mike hem gepakt en is hij hem geboekt? Oh, kijk. Er zijn bandsporen. Was hij aan drift of zo? Tokyo Drift Sessie met een verhuisdruk. Oh ja, kijk. Hier gaan ze door. Ga ik alleen? Ik vind het goed hoor. Doeg. Oh, kijk. Daar staat hij. Oh, ja. Hij staat nog aan. En weg zijn alle meubels. Oh, look, the truck. Ja, dat zag ik al. The truck is destroyed. I knew this was a bad idea. The monster is probably gonna attack us any second now. Op de truck staan is iets wat ik wil. Ik wil lekker samen. Maar zij zijn aan het discussiëren over de moeder die heeft gebeld. Oh, jemig! Ik ging daar gewoon even in mijn eentje heen lopen. Ik dacht, kijk of ik gewoon kan vluchten. En toen kwam een monster ineens. Oh, hij zit ineens alles in de fik. Ah, the forest is on fire. Quick inside the cave. En welke, in die. Waar is die dan? Hij is het helemaal niet. Ik kan gewoon hier ronddurpen. We should be safe in here. Moeten we een kant kiezen? The cave collapsed. Dat gebeurde ook zo abrupt. Surely there's be another way out of here. Hey, ik ga deze kant als je niet erg vindt. Doeg. Oh, als je linker bent gegaan, ga je dood in lava. 2 mensen dood. 3 mensen dood. Nee, er is niemand meer over. Ik ben de enige. Wat een sad life is het ook weer. Wat een sad life. Ik ben altijd de enige die overblijft. Moggy Moss, leef niet meer. Oh nee, ik ben de enige. Fijn dit weer. Altijd met de boss battle ben ik de enige. Altijd op het einde. Waarom gaat iedereen altijd dood? Oh jemig. Dat is een beetje veel vuur. Make it to the other side. Ja, ik ben daar. Hallo. Oh ja. This looks like some sort of maze. Oh mijn god. Oh mijn god, er is een timer op de maze. You monster. Hoe kan je nou weer een timer op een maze zetten? Wit licht geeft het meest. Come on, waar is het einde? Nee, nog meer. Je kan niet zo doen, je kan niet zo zijn. Ja, ik heb hem. Wie is dat? Het is Mike. Mike en nog een of andere boomer. Oh, looks like we have some guests. Guest. Who is that other guy? Ja, wie is dat? Their name is Gary. I used to live the same house you guys live in. Oké. Okay. Oh, dat is die in de man van die notes. I got an idea. I'll let you guys live if you pick to save Mike or save Gary. Mike is an asshole. Ik wil Gary. Save both. Nee, ik wil Gary. Mike is een asshole. Ik heb Gary gekozen. Ik duw hem zo zelf het lava in. Vond ik geen moeilijke. Sowieso als je ze beide wil, dan ga je battelen. Als je Mike neemt, weet ik niet. En ze zei, je mag er maar één kiezen. Ja, Mike, dat je maar niet zo rottig moet doen. Silence! It can't be. Finally, I've been saved. For years, people have always saved their friends. But they forgot about me. My body has grown old, and now I'm finally set free from this curse. Thank you. Dus, Gary was het monster, en het monster heeft Gary gevangen genomen. Wat is die logica? En Mike laten we daar. Maar Mike kunnen we nu technisch gezien ook gewoon openmaken. We hebben de good ending. Maar zijn kooi was weg. Dus misschien gaat de curse nu over naar hem. En dat Mike nu het monster wordt. Misschien is dat een part 2. Dat zou best kunnen. Omdat zijn kooi was leeg. En waarschijnlijk wordt hij nu dan monster. En dat is gewoon de curse die de hele tijd door blijft gaan. Dat heb je ook wel vaker bij verhalen. Ja, ik heb geen voorbeeld. Maar er is dus een Game Pass waar je het monster kan spelen. Ik kan hem alleen kopen. Ik weet ook niet wat dat is. Maar als jullie een like achterlaten. Anders werkt de buy-knop gewoon niet. Would you like to be the monster? Yes. Ik word de monster. Ik heb op yes geklikt. Haha, mensen. Dat betekent dat hij... Dat hij naast ons... Dat meisje naast mij was een monster. Hier, kom dan. Kom dan. Hoe kan ik... Hoe kill ik mensen?
Oh, ik TP. Ik TP. TP is iets wat niet hoeft. Oh, ik TP. Het ziet er ook super stom uit, omdat ik kan niet spelen. Get killed. Wow, what was that? Huh? Huh? Hoe kan dat? Betaal je daar nou 500 Robux voor? Is it worth a buy? Nee.